vele bijnamen vertellen genoeg over deze mooie stad. De Gouden Stad. De moeder van alle steden. De stad van de negen heuvels. De stad van de... Hey man, you wanna go to the street park tonight? No. Het Tsjechisch volkslied heeft het terecht over het aardse paradijs. Met deze stad, de mooiste stad van Europa, als kloppend hart. Dit is Praag. Praag is de hoofdstad van Tsjechië en bevindt zich op ongeveer 5 kwartier vliegen van Amsterdam. Het is maar 900 kilometer blaffen over de Duitse autobaan, dus je kunt ook net zo goed de auto pakken. Edoch, wij van Unibet Travel zijn lui, dus we gaan lekker vliegen. Het is immers nog steeds een van de meest veilige manieren van reizen. Bij aankomst op het vliegveld word je uiteraard direct belaagd door taxioplichters. Maar daar moet je je niks van aantrekken. De gele AAA-taxis zijn de enige die je daar kunt vertrouwen en die heb je gelukkig ook snel gevonden. 15 tot 20 euro later ben je al in het oude centrum van Praag. Tsjechen zijn een beetje zielig. Nog meer dan Nederland zijn ze altijd bezet geweest door andere volken. Door Oostenrijkers, door Hongaren, door Duitsers, door Russen en zelfs door Zweden, kun je nagaan. Maar goed, doordat de Tsjech nooit terugvocht, zijn al die mooie kerken en paleizen wel altijd goed bewaard gebleven. En daardoor is deze stad extreem populair als toeristische bestemming. Dat kan je hier ook heel goed zien, op de Karelsbrug. Hey man, wanna see some girls tonight? Man, we're filming. Moet hij nou opnieuw? De Tsjech die drinkt gemiddeld zo'n 150 liter bier per jaar. En daarmee zijn ze met afstand de nummer 1 van de wereld. En gelukkig zijn er hier in Praag genoeg plekken waar je daar je steentje aan bij kan dragen. Zoals bijvoorbeeld hier in deze geinige herberg. De tijden van 50 cent per halve liter zijn helaas voorbij. Maar hier in Praag is in ieder geval je euro nog wel een daalder waard. Proost. Cheers man. Het middelpunt van de oude stad is uiteraard het oude stadsplein. Waar vroeger in de middeleeuwen talloze heerlijke executies hebben plaatsgevonden. Maar ook vandaag de dag zijn er nog genoeg bezienswaardigheden. Zo heb je bijvoorbeeld de Gotische Kerk. En het standbeeld van Jan Hus, een of andere dominee die ze ergens 600 jaar geleden op de brandstapel hebben gegooid. Een andere bekende trekpleister bij het oude stadsplein is het astronomisch uurwerk. Waar elk uur honderden toeristen naar een kare schouwspel komen kijken. Om daarna weer teleurgesteld af te druipen. Je vindt hier ook Sinterklaas. Ja, Sinterklaas heeft hier vele aanbieders. Want deze stad kent 2 Sint-Nicolaaskerken. Kijk, daar staat hij met zijn mijter. Oude viespeuk. Het Vaatslavplein vormt het middelpunt van de nieuwe stad van Praag. Met achter mij het Nationale Museum als belangrijkste herkenningspunt. De belangrijkste gebeurtenissen uit de 20e eeuw vonden hier plaats. Dat bijvoorbeeld in 1968 de Praagse lente werd beëindigd toen hier de Russische tanks kwamen binnenrollen. Maar ook de fluwele revolutie vond hier plaats toen in 1989 wel 800.000 man kwamen protesteren tegen het communistische bewind. Maar dat is niet het enige wat hier gebeurde. In 1969 stak student Jan Pallach zichzelf hier in brand uit protest tegen hetzelfde bewind. En daar is hij in Nederland heel beroemd mee geworden, want ze hebben zelfs in Assen een straat naar hem vernoemd. Ken je nagaan? En op deze plek voor het museum heeft Jan Pallach dus ook zijn eigen monument gekregen om de plek te herdenken waar hij zichzelf in de fik heeft gestoken. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat er ook een tweede naam op staat. De naam van Jan... Come check out the girls with me. Oké. Tot zover deze Unibet Travel. Wij hebben hier even wat anders te doen. Tot de volgende keer. Hè, mevrouw?